Hallo, welkom op het eerste en enige Nederlandstalige baardproducten review kanaal. Oftewel, welkom bij de Bearded Dude. Vandaag een review van een nieuw Nederlands bedrijf. Ik heb het over Van Baard uit Nederland. In de geur Smoothwood. Maar, voor we verder gaan met deze video, als jij meer wil weten over baardproducten, baardverzorging, welke baardproducten goed zijn en welke niet, hoe je welke baardproducten moet gebruiken, tips, trucs en nog veel meer andere baardgerelateerde zaken, dan is dit het moment om je hieronder te abonneren op dit kanaal. Dat is volledig gratis. Druk gelijk ook even op het duimpje omhoog. Ik word er vrolijk van en het helpt bij het promoten van deze video. Alvast bedankt. Van Baard is opgericht door Joris van Baar. Het is een relatief jong bedrijf en ze komen op de markt met milieuvriendelijke en diervriendelijke producten. Dat brengt ons gelijk bij de inhoud van het flesje. Die is 100% natuurlijk, zonder mineralenolieën, zonder siliconen. Ik heb helaas nog niet kunnen achterhalen of het volledig van biologische oorsprong is. De kwaliteit. Voor de ingrediënten, de oliën die erin zitten, hebben zij uitsluitend olie gebruikt van de hoogste kwaliteit. Dat merk je als je de olie in je hand doet, uitsmeert. Je merkt gewoon dat het een kwaliteitsolie is. De geur van dit product, Smoothwood. Er zit cederhoutolie in en een parfum die ontwikkeld is bij een Nederlands parfumbedrijf. Het is dan ook, ik zou het willen omschrijven, als een echte cologne geur. Hoe voelt het in de baard? Als je het dopje eraf haalt, hij komt in een pompflesje. Je doet wat olie op je hand. Dan zie je dat het een medium dikke olie is. Ik neem even wat extra olie. De olie smeert lekker uit over de handen. Medium dik, zoals gezegd. Als je het in de baard smeert, dan ruik je gelijk de cologne geur. Het is echt geen goedkope geur, dat merk je gelijk. Wanneer je de olie eenmaal in hebt, trek die lekker in. Maak je baard lekker zacht. En is heel voedend voor de onderliggende huid. De geur van deze baardolie, die blijft zeker 6 uur in je baard hangen. De prijs, een flesje van 30 ml, kost je €26,95. En als je bij hun boven de €35 bestelt, heb je binnen Nederland gratis verzending. De algehele indruk. Het zit in een paars, donkerpaars glazen flesje van medicinaal glas. Ik heb het opgezocht, dat bestaat echt. Als je hem in het licht houdt, is het blauw. Als je hem zo ziet, lijkt hij zwart. Het etiket staat erop gedrukt. Mooi strak etiket, weinig poespas. Op de achterzijde staat de gebruiksaanwijzing, hoe je het moet gebruiken, welke ingrediënten erin zitten. Niet getest op dieren, erg belangrijk. Het glazen flesje is recyclebaar. Er zit een dopje op om te voorkomen dat hij gaat pompen. Erg handig. Het dopje is wat aan de kleine kant. Dus je raakt hem makkelijk kwijt. Dat is iets om rekening mee te houden. Zoals gezegd, met een pompdopje. Ik ben niet zo'n grote fan van pompdopjes. Ik heb meer met een pipetdopje. Maar dit pompdopje werkt uitstekend. Je kunt het er ook afschroeven. Dan kan het dopje bij het plastic. En het flesje kan in de glasbak om gerecycled te worden. Wat nog de moeite van het vermelden waard is, is dat de geur is ontwikkeld door een Nederlands parfumhuis. Het product is in Nederland gemaakt en het voldoet aan alle Nederlandse cosmetica wetgeving en regelgeving. Alle ingrediënten van dit product, die zet ik nog even in de beschrijving hieronder. Dan kun je het zelf nakijken. Dan zet ik ook een link bij naar Van Baard. Dan kun je het daar zelf bestellen. Mocht je het daar bestellen, laat even weten dat de Bearded Dude je gestuurd heeft.
want daarmee steun je dit kanaal. Overigens wordt de olie geleverd in dit prachtige doosje. Met op de voorkant het etiket, een mooi zwart doosje. Achterop nog een keer de informatie. En aan de onderzijde, zo, de rood-wit-blauwe vlag om aan te geven dat het in Nederland gemaakt is. Zoals jullie weten beoordeel ik elk product op 10 punten. Daarin kunnen ze goed, gemiddeld of slecht scoren. Oftewel 1 punt, 1,5 punt en 0 punt. Die punten die tel ik bij elkaar op en daar komt een eindscore uit. Mijn eindoordeel voor de Smoothwood baardolie van Baard is 9 punt. Dit was hem weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Mijn naam is Felix en ik ben de Bearded Dude.